Je moet geen specifieke technische achtergrond hebben om te beginnen aan deze opleiding. Je begint met de basis van elektriciteit, wiskunde, mechanica, fysica, Engels enzovoort. En daarna beginnen de vakken wat complexer te worden en moet je toch wel regelmatig studeren. Die vakken die je achteraf krijgt zijn bijvoorbeeld digitaal techniek, human factors, elektronica, materials en hardware, maintenance practices, dat is praktijk, aerodynamica, legislation, dat is wetgeving, navigatie- en communicatiesystemen enzovoort. En dat zijn dezelfde vakken als een part 66 jaarse opleiding in de burgerij, maar dan bij Belgisch leger.